Zo'n 20.000 supporters willen Cercle Club live bijwonen. De vlaggen en de spandoeken zijn er, maar er is ook het verbale steekspel, zeg maar de humor. Kortom, alle ingrediënten voor een boeiende stadsderby. Meunier. Vázquez. Is er creativiteit genoeg bij Club Brugge om er doorheen te geraken? Voorlopig niet. Vitokele, sterk nummer. Ik werd als afgetroefd, daar is nog Donk. Vitokele, knappe actie. En dan de overtreding van Donk. Nee. De bal, zegt Jérôme Effongen solo. Hier de passeerbeweging van Vitokele. Dan naar Donk kijken. Ja, speelt eerst de bal. Hij blokkeert de bal. En Effongen solo is overtuigd van zijn gelijk. 25 minuten gespeeld. Een unieke kans voor Cercle Brugge. Voor ernstig doelgevaar. Jachtjekov van Eno. Van Eno heeft die bal gelegd. Van Eno dus. Van Eno. Prachtige goal van Eno. Wat een beauty van een vrije trap. Oogstrelend het werk van Eno. Fantastisch over die muur. En Jorkasevic kan alleen maar kijken. Zimli. Figueras. Het lijkt op een mierennest. Goed van Refailov. Blondelli deed tijd tegen de paal. Daar is Akpala. Akpala werkt hem binnen. En er stond geen buitenspel. Dus dan komt de gelijkmaker er toch 7 minuten voor de rust. En dan is er uitgerekend Blondel die meteen mocht starten na 5 maanden revalidatie. Met een belangrijk aandeel in die goal. En Akpala is altijd toch bij de zaak. Van Eno, niet onaardig die bal op Jachtjoek. Jachtjoek of Vitokele in één tijd Jachtjoek. Jorgasovic had er even last mee. Laatste gevaar van deze helft. Meunier. Refailov. Ah, mooi voorbij portier gedraaid. En dan Jachtjoek, die heeft al geel. Oleg Jachtjoek pakt hier de tweede gele kaart. En dat is rood. Zoveel ervaring Jachtjoek, maar nu laat hij zich toch even vangen. En ook een solo zegt, ik kom toch niet anders. Meunier. Het is Akpala zoeken, die glijdt weg. En dan blijft die bal wel hangen. Refailov afsnoepen en trappen. Akpala, geen buitenspel. En meteen ook die voorsprong voor Club Brugge. Die rode kaart van Oleg Jachtjoek. Cash betaald en meteen. Ja, wegglijden Akpala en dan bleef die bal hangen. Het goede werk is daar van Refailov. En Akpala, het is al zijn 12e van het seizoen. Karel Hoefkes solliciteert daarnaar de 5e gele kaart en dat is een opzettelijke. Want zo mist hij ook de laatste wedstrijd. En zo kan hij aan play-off 1 beginnen met een propere lei. Dit is te opvallend, Karel Hoefkes. Ja, Baldé is er voorbij. Baldé gaat trappen. De kans op de 2-2 voor Cercle. 7 minuten voor het einde. Cercle gelooft er nog in. Refailov. Hij is een van de beste bij Club Brugge. Vázquez maakt ze af bij Club Brugge. Buitenkant voet. En dan is er Akpala die mist. En zo blijft het maar spannend tot helemaal aan het eind. Dat kan je al eens vloeken noemen. Iedereen mee voorin bij Cercle op zoek naar de verlossende gelijkmaker. Janssens breed tot bij Evers. Heel goed van Janssens. En dan komt die voorzet van Evers. Daar is Rudy. Jorkasovic. Het hele stadion hoopte. En Tom, die houdt het niet mee. Cercle Club. 1-2. Club Brugge wint de stadsderby. En voor Cercle is het wachten tot de allerlaatste speeldag. Voor zekerheid om een plaats bij de beste 6.